Nou, het tussengerecht. De soep hadden we alvast eventjes in het pannetje gedaan, dus die is al lekker aan het warm worden. En we de garnituren erbij pakken. Maak we de bakjes vast open. Nou, als de soep aan de kook is, als die warm is, gieten we hem in het kommetje. En strooi wat peterselie overheen. Beetje peterselieolie. Druppelen we erop. En als laatste de truffel. Vers geschaafde truffel. Nou, die kunnen we natuurlijk mooi gewoon verdelen over de aantal bakjes die we hebben. Laten we deze heel eventjes staan. Nou ja, hierna gaan we door naar het hoofdgerecht. Daar kunt u vast wat voor warm leggen. Dat is het zakje met de crème. Het zakje met de vlees en jus. En een drieluik met groenten. Ik kan nu in de pan water doen. Het vuur onder de pan uit. Zo kan het vast warm worden, maar koken de zakken niet kapot. En dan kan u lekker gaan genieten van de knol truffelsoep met peterselieolie.